Een gebied zo groot als India. Dat is wat er jaarlijks afbrandt in de natuur. Valt dat ook te voorkomen? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Katelijne, wat kunnen we doen om dit te voorkomen? Brand is niet per definitie slecht. Er zijn zelfs planten die brand nodig hebben om voort te kunnen bestaan. Met zaden die alleen opengaan als ze heel erg heet worden. Brand is een probleem, maar voornamelijk als het dicht bij mensen komt. En hoe kunnen we dat risico dan beperken? Door het landschap slim in te richten. Hier zien we het Spaanse Valencia in 2012. Een enorme brand met één klein stuk in het midden wat helemaal niet verbrand is. Hoe kan dat? Hier zien we de ongekende kracht van die Italiaanse cipres. Kijk, dit is nou een tak van die cipres. En als we die nou aansteken, dan brandt hij niet. Hij pikt wel, maar 7 keer trager dan andere soorten. In zo'n cipres zit gewoon heel erg veel vocht en dat vertraagt de brand heel erg. In tegenstelling bijvoorbeeld tot een stukje naaldboom. En als we die nou in brand steken... Dat brandt lekker. Nou, dat gaat goed. Waarom brandt deze nou zo goed? Naaldbomen, daar zitten veel harsen in. Die hars die brandt heel erg goed. Wat erbij komt nog, is dat een dennenbos ook heel erg droog en vaak vrij warm is. Waardoor die brand zich ook nog heel makkelijk kan verplaatsen. Dus kunnen we niet beter dan altijd naaldbos vervangen voor die Italiaanse cipres? Nou, ik ben iets meer voor wat lokalere soorten. Loofbos doet het ook heel goed. Kastanjes, eiken, iepen, beuken. In loofbomen zitten ook niet die harsen, die in dennenbomen wel zitten. En loofbossen zijn ook wat koeler en wat vochtiger. In 2009, tijdens de branden in Schorrel, was een van de redenen dat de brand niet het dorp in is gegaan, dat er loofbos op de laatste duinenrij stond. Vertel, wat kunnen we nog meer doen om die bosbranden te voorkomen? Brand begint altijd op de grond. En als die via de grassen en struiken naar de toppen van de bomen kan klimmen, als een soort van ladder-effect, dan ben je hem kwijt. Dan kan je hem niet meer bestrijden. Maar dan kun je al die takken gewoon wegknippen, toch? Zo simpel kan het inderdaad zijn. Wat we ook kunnen doen is brandgangen maken. Wat je dan letterlijk doet, is een gang maken door dat bos om te voorkomen dat die brand overslaat. Een hooplijn noemen we dat. En hoe breed moet zo'n gang dan zijn? Nou, omdat brand zich ook door de lucht verplaatst, is dit zeker niet genoeg. In Nederland is een brand wel eens over een snelweg heen gevlogen. En in Australië heeft er eentje 30 kilometer ver een nieuwe brand begonnen. Dus met alleen een brandgang red je het niet. Je moet dus ook de juiste bomen kiezen en het bos opschonen. Dit was de Crash Course Brand voorkomen en dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.